Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, gesprek in verband met de wereld bij je dag. Defensiepersoneel laat zich vaccineren en de samenleving moet extra alert blijven tijdens de pandemie. De Verenigde Naties hebben 20 mei uitgeroepen tot Wereld Bij Je Dag, World Bee Day. Hiermee wil zij de bewustwording vergroten over het belang van de bijdrage van bijen aan duurzame ontwikkelingen en bedreigingen waarmee deze insecten worden geconfronteerd. Ook in Suriname wordt er aan bijenteelt gedaan. Het behoeft geen betoog hoe belangrijk deze teelt kan zijn voor de samenleving. Het belang van bijen zit meer in het bestuiven. Wat is een bij eigenlijk? Een bij is een bestuiver. Het is al zo dat door de FAO is uitgeroepen dat de waarde van de bij als het gaat om bestuiving wereldwijd is jaarlijks geraamd op $200 miljard. Als we kijken naar ons land, het groenste land in de wereld, land met zoveel vegetatie, dan kan je voorstellen wat het belang is van zo'n bij, is enorm. Omdat zij zeker voor 1/3 van alle wat we eten, bestuiven. Als je kijkt naar de mangrovebossen, maar ook andere vegetatiesoorten die we ook nodig hebben. Dus het belang is heel erg groot. Als we kijken naar de economie, we praten inderdaad over bijenteelt in plaats van honingteelt. Want heel veel mensen denken dat bijen alleen maar honing produceren. Maar bijen produceren nog meer. Je hebt dus honing, je hebt propolis. Je hebt stuifmeel, je hebt beewax, je hebt bijengif, wordt tegenwoordig ook geteeld. En zo zie je dat ook dus andere sectoren die indirect of direct belang bij hebben. Denk maar aan de hazensector, denk maar aan de cosmetische industrie. Je zou van bijenwas ook kaarsen kunnen maken. Maar het heeft ook te maken met wat heb je allemaal voor nodig, want je hebt kasten nodig om je bijenteelt te doen. Denk maar aan het hout wat je nodig hebt. Wat ook hier te halen is in onze bossen. Dus je moet je voorstellen dat ook de mensen die zich bezighouden met een houtbewerking en mensen die in de houthandel zitten, die kunnen daar ook een graantje mee plukken. Educatie, dat is een heel belangrijk onderdeel van Ambrosius Bies. De naam Ambrosius is meer afgeleid van de heilige Ambrosius, is de geestelijke vader van de imkers. En wij willen eigenlijk met onze bijenteelt eigenlijk meer gaan richting de educatie om één, de mensen te informeren over wat bijenteelt inhoudt, maar ook over de voordelen van bijenteelt voor ons land. Maar meer nog ook dat je daaruit ook de jongeren kan informeren erover. Training kan verzorgen voor jongeren, maar ook voor kinderen die hier kunnen komen om een rondleiding te krijgen, zodat ze ook een beetje weet hebben. Omdat op beleidsniveau merk je inderdaad dat er nog weinig informatie is. En ik heb altijd gezegd, het zijn dezelfde kinderen die straks ook het beleid gaan moeten uitstippelen voor Suriname. En ik weet 100% zeker dat als je de bijenteelt goed zou versterken, met meer manpower, met meer daadkracht zeker, want je moet natuurlijk ook daad bij het woord houden, dat we inderdaad veel kunnen halen eruit. Ik merk dat de bijenteelt, of de bij, heeft een heel slecht imago. Omdat als je kijkt naar de berichten, de afgelopen jaren worden er jaarlijks veel mensen aangevallen en er zijn ook mensen die inderdaad daardoor bang worden. En dat is denk ik de drempel waarbij mensen moeilijk overstappen om bijenteelt te doen. Wat wij zouden moeten gaan doen is om te kijken van hoe kunnen we de bijen wat rustiger maken. En daar zijn er zeker technieken voor. Maar aan de andere kant denk ik, zeker ook als het imago van de bijen wil gaan verbeteren, moet je dat doen met awarenessprogramma's. Waarbij je dus mensen kan informeren over wat de bijenteelt inhoudt en hoe ze moeten omgaan met bijen. U ziet het zelf, ik woon zelf met bijen hier en zo gevaarlijk zijn ze ook weer niet. Wat is jouw punt? Waar zie ik Suriname over 20 jaar met bijenteelt? Als ik praat over de potentie van Suriname over 20 jaar, dan denk ik weer dat we Suriname zeker kunnen brengen om de bijenteelt tot een industrie te maken.
ik moet zeker verklappen dat vele landen het Caribisch gebied, zeker vanwege de klimaatsverandering, juist Suriname, de Guyana's, Suriname zit in de Guyana's, zien eigenlijk als een van de zwaarste poten als het gaat om de economie binnen het Caribisch gebied, binnen de CARICOM, als het gaat om productie van de bijenproducten, maar ook als we kijken naar het bestuiven van onze mangroven. Dus het heeft ook een andere rol voor de bij, is om ook te gaan kijken van hoe kunnen we samen met de bij de natuur zoveel mogelijk beschermen. Meer nog, onze klimaatverandering issues, zeespiegelstijging, waarbij we ook zien dat daardoor door de bestuiving je de mangrovenbossen in stand houdt. Nou, de boodschap naar de samenleving toe is bespaar de bijen en spuit niet in de open bloemen. Omdat dat een van de belangrijkste onderdelen is van de bij, het bestuiven. En als we in alle open bloemen gaan bespuiten, dan krijg je inderdaad dat er daar het gif komt. Dat ook van invloed kan zijn op de bij en ook op de mens. In de Memerebuku kazerne Noord zijn op woensdag 19 mei naast de prioriteitsgroepen ook overige personeelsleden en partners van militairen en gepensioneerden in de gelegenheid gesteld zich te vaccineren tegen COVID-19. Minister Krishna Mathura van Defensie zegt dat het COVID-spuitje één van de medische middelen is om het coronavirus te overwinnen. De bewindsvrouw die zichzelf al volledig heeft laten vaccineren, roept een ieder op om dit ook te doen. Er is enorme bezorgdheid over de verspreiding van het coronavirus en de vele levens die door deze zeer besmettelijke ziekte wordt opgeëist. Bescherm jezelf, want niemand gaat het voor je doen. Vermijd contact en ga niet naar plekken waar mensen bij elkaar komen. Ontsmet of was je handen, laat je vaccineren, hou van jezelf, aldus minister Mathura. In het kader van bewustwording heeft het ministerie eerder een reeks aan voorlichtingssessies gehouden om zowel het burger als militair personeel in te lichten over inenting met het AstraZeneca-vaccin. Hierna werd het personeel in de gelegenheid gesteld om zich te registreren voor de inenting met dit vaccin. Vooral militairen, die ook een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen COVID-19, hebben gehoor gegeven aan de oproep om zich te laten vaccineren. Het aantal doden door COVID-19 blijft echter hoog, evenals de nieuwe infecties. Het is daarom van belang dat wij gezamenlijk de strijd tegen deze ziekte aanbinden en de maatregelen strikt opvolgen. De COVID-19-pandemie houdt ons land nog steeds in een greep. Uit de recente testen is gebleken dat er geen sprake is van een dalende trend. Dit heeft ongetwijfeld zijn weerslag op de kwaliteit van de medische zorg. De ziekenhuizen kunnen geen nieuwe gevallen meer aan en de overheid heeft de maatregelen verscherpt om besmettingen tegen te gaan. Wel is het zo dat het aantal vaccinaties als onderdeel van de strijd tegen het virus blijft toenemen. Ruim 61.500 personen hebben het prikje reeds genomen. Toch blijft het gevaar rond COVID-19 op de loer liggen. Het is wijs om de maatregelen nauwlettend op te volgen. Hoe langer de druk op de medische zorg blijft toenemen, hoe groter het probleem wordt om adequate hulp te verlenen aan personen in nood. Wees voorzichtig, neem de maatregelen in acht en lever daarmee een bijdrage aan het terugdringen van COVID-19. Dit was Focus. Een fijne kijktijd verder toegewenst. Goedenavond.